Ja, Goedemorgen, Buns. Doe eens een knoopje los van het overhemdje. Het lijkt wel of je in een dwangbuis zit. Nou, maar kijk, het gaat over een nieuwe preutsheid vandaag. Dan laat ik het wat netjes doen, want Danny heeft ook die knoopje dicht boven, zie ik. Ja, ik heb een t-shirtje aangetrokken. Geen décolleté vandaag. Had je klachten gehad vorige keer? Dat je dat ja. Alleen met je heeft een beetje klachten bloot. Dat het dicht bleef en dat het niet open ging. Dus ik dacht, nou, dan kan ik het maar beter helemaal dicht doen. Ja, dat vond ik ook. Dat viel mij ook op, inderdaad. Ik heb nu netjes... Maar ik ben wel bad. Oh, Andy Warhol. Die is lang dood. Ja. Ja, die wel, ja. Ja, je moet in bad. Bad. Maar even over die nieuwe preutsheid. Nou ja, kijk, mijn theorie is begonnen met... natuurlijk door moslims. Als je op een gegeven moment... Als je zeg maar een reclameposter ophing in een Apri in Amsterdam... Hup, ging die eraf. Maar die werkte samen, of niet direct, met feministes en met christenhonden, zeg maar. Ja, het is een soort monsterverbond. Een monsterverbond tussen feministes, ChristenUnie-achtige types en moslims. Wat vinden jullie daarvan? Hoe merk jij dat, Danny, voor? Kunnen jullie die brug nog herinneren? Die... Aan het Waterloopplein naar Artes loopt. Ja, die omhoog gaat, die brug. Die bestaat al. Dat was, ik denk, 25 jaar geleden. Die brug, een hele grote foto. En dat was een beetje een soort pornografisch-achtige uitstraling. En daar waren de feministen, die waren daar echt helemaal. Die gingen echt helemaal over de zeik ervan. Terwijl het een waanzinnig mooie erotische foto was. Van wie was die? Wie had er gemaakt? Kan je dat nog herinneren? Wie had er wel. Ja, ik ken nog wel een verhaaltje over preutsheid. Toen was het alleen het feministen gebeuren, ja. Maar nu is het dus inderdaad overgeslagen naar religie. En eigenlijk, ik denk de christenen, oké, je hoorde ze niet. Ja, je hoorde ze wel een beetje brommen af en toe, maar het had niet echt veel om het lijf. Maar wel, die dolle mina's gingen gewoon met die hangtieten en die gingen ze gewoon zonder BH gingen ze demonstreren. Daar was er ook niet zo blij mee, hoor. Ja, maar dat was een hele andere afsplitsing. Maar ik weet nog wel een verhaaltje over preutsheid. Tel, preutsheid. Ja. Nou, je weet dat in 2000 is de prostitutie gelegaliseerd. En toen was het ineens een vak. En de ambtenaren, en die wisten dan niet wat ze daarmee aan moesten. Die had wel eens een peeskamer van de binnenkant gezien, maar nog nooit dat ze iets voor prostituees moesten doen. En toen ging ik met een meisje, ging ik dus naar een ziektekostenverzekering. Want ja, toen konden ze ook naar de bank en ze wilden graag een ziektekostenverzekering. En toen stonden we daar aan de balie. En nou, zij vulde netjes haar formulier in. Nou, het beroep prostituee. En toen zei die man, oh, maar ik kan haar niet aannemen. En toen zeg ik dan, waarom niet, meneer? Ja, ik heb christelijke klanten. Toen zegt dat meisje, ja, maar die heb ik ook. Prachtig. Robby, je hebt het idee gewoon van de rijdende hufte, heb je gewoon gejat van Meetje. Ja, want wij zijn met een prostituee naar de ING-bank gegaan in Den Haag. Met de TPO notabene. Ja. En toen, want dat was het precies dat dus kon het ook een hypotheek krijgen. Nee, dat kon niet. Nee. Maar toen, ja, dat was volgens de wet wel, diezelfde wet waar jij het over had. Het kon wel, maar er was geen bank die natuurlijk jou een hypotheek gaf. Terwijl het wettelijk wel geregeld was. Dus toen belde die vrouw belde op en zei, ik wil een hypotheek, maar dat lukt me niet. Nou, dan ging je met draaiende camera, liepen we het hoofdkantoor van het ING binnen, bij het Binnenhof. En nou, dat was op zich wel grappig, want toen... Ja, maar je had een dildo van 50 centimeter in je hand. Het is een hele grote zwarte dildo. Toen wees ik zo naar die mevrouw en zei, bent u van de afdeling prostitutie? Maar toen moest ik die bank kijken natuurlijk en toen kwam de directeur erbij en die... Begon ook met... Die probeert toch een beetje de boel te redden. Maar die deelde, die deed het hem wel. En toen bleek, toen wilde de VPRO niet uitzenden van seksuele intimidatie. Omdat ik met de dildo... Want er rijden de hupsen met een lul op tafel. Dus een hele grote, dikke dildo. Sloeg een lul op tafel. En ik wil nu... Ik eis nu een hypotheek voor deze prostituee. En, maar dat was op zich wel een grappig filmpje, maar... Ja, dat was diezelfde tijd. Was het wel gelukt, op die hypotheek? Helaas. Ja, maar met je, ben je nu wel, gebeurt het nu wel, dat voor hypotheek? Nou, ik ben zo naar de Rabobank gegaan, net als jij, maar gewoon met een prostituee, om ook
Ze kon zelfs geen bankrekening krijgen. En wat hun argument was, ja, maar het geld wat die prostituees verdienen, het ging ook eigenlijk om de vakbond. Ik had toen een vakbond en mochten we dus niet bij de Rabobank een rekening hebben. Omdat ik allemaal prostituees dus in mijn vakbond had. En ze zeiden ze, ja, maar het geld, dat komt allemaal van criminelen. Maar ik had foto's van een nieuwmarkt gemaakt waar allemaal kerels op een rij stonden om geld te pinnen om naar de hoeren te gaan. Dus het geld komt gewoon bij jullie vandaan. Maar ja, ik had er geen poot om op te staan. Ze wilden het gewoon niet. Ze wilden niet geassocieerd worden met een prostituee. En hoe is dat nu? Ja, dat is maar nog steeds zo. Nog steeds gebeurd. Weet je, misschien is het nog wel erger geworden. Want jullie hebben het over de nieuwe preutsheid. Maar, zal ik zeggen, in de jaren 80 kon je rustig zeggen dat je prostituee was. En waren ze zelfs bij Sonja op tv, overal zonder masker. Maar nu, als je een demonstratie hebt met prostituees, zijn ze allemaal gemaskerd. Dus het wordt allemaal weer zo preut. Maar ze hebben wel Ik las in het Parool dat dit waarschijnlijk de genadeklap voor de wallen is. Nou, kan je de wallen, hoef je niet echt romantisch over te doen natuurlijk. Maar hoe zie jij dat? Want de PvdA wil er al vanaf, GroenLinks wil er vanaf. De kans voor die lui die er vanaf willen, is dit de kans om het uiteindelijk... Nou, hoe zie je dat gebeuren dan? Hoe gaan ze dat doen dan? Nou ja, ze zijn heel slim. Hè. Dan gaan ze van allerlei verhaaltjes in de wereld brengen over gedwongen prostitutie. En dat er nu weer mensen gedwongen worden. En kijk, het gaat gewoon door en we moeten het opheffen. En ik weet het niet. Maar ik vind de exploitanten ook zo stil op het ogenblik. En dat benauwt mij een beetje, dat die exploitanten zo stil zijn. Ik weet het niet. Normaal hebben ze altijd protest hè, als er iets gebeurt. Maar nu zijn ze heel stil. En dat vind ik een beetje eng. Wat impliceert maar je kan op dit moment toch niks inbrengen? Nou, natuurlijk wel. Ze kunnen best wel wat inbrengen. Want ja, kijk, een exploitant was vaak vergeleken met een pooier. En dat is niet waar. Pooiers zitten daar buiten. Een exploitant is gewoon iemand die een raam verhuurt, klaar. Dat heeft daar niks mee te maken. Maar ja, ik weet het niet. Ja, die exploitanten die kunnen het nog wel een jaar volhouden. Die hebben wel geld natuurlijk. Hè. Die vallen niet om. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze... Ik ga er geen vinger achter krijgen, maar ik heb een soort onderbuikgevoel dat er toch iets gaat gebeuren waar je geen grip op hebt. Nou ja, die anderhalve meter, dat schijnt toch wel serieus. Dat werkt natuurlijk nooit, ook niet in kroegen met honden. Nee. Maar hoe gaat dat werken in sekshuizen? Hoe gaat dat werken in sekshuizen? Nou ja, dat gaat niet goed. Ik bedoel... Mondkapjes. Je kunt geen anderhalve meter... Kontkapjes. Mondkapjes, gasmaskers. Ja, of je moet allebei helemaal in het plastic gaan. Ja, of je krijgt gewoon helemaal in een condoom. Dat is de scène uit The Naked Gun, dat ze twee grote condooms hebben. En dan zegt hij, I practice safe sex. Dan hebben ze die twee enorme condooms. Dan gaan ze naar vrij. Ja, zoiets. Een vraagje aan Metje. Wat is te prefereren? Raamprostitutie met bijbehorende overlast, toeristen, gezinnetjes die er langs lopen? Of toch de clubs, de beschermde clubs? Nou, ik vind de ramen toch wat open. Kijk, die gezinnetjes die er langs lopen, dat is hun eigen verantwoordelijkheid dat ze daar langs lopen. Zij gaan daar langs lopen. Ik ken die gezinnen niet hoor. Mensen die daar niks zoek hebben, moeten daar niet lopen. Maar een club vind ik veel erger. Ik heb zelfs in een club gewerkt, maar je zit daar tussen vier muren. En je hebt daar een soort, hoe noem je dat? Soms heb je daar een angstcultuur. Hè? Dan zeggen ze, de klant wordt al betaald en jij moet maar met die klant doen wat hij heeft afgesproken met hem. Dus dat is niet vrijheid. Maar een raam kan je niet weigeren, snap je wat ik bedoel? Welke club was dat, beetje? Was dat weer in Turkeland? Ja, dat was ergens in Turkeland. Kijk, Jap Jum heb ik ook wel gewerkt, maar daar was het heel gezellig. Jap Jum, ik had een vriendin in de Spuistraat, dat kraakpand, en die keek uit op de parkeerplaats van Jap Jum. Die brachten dan hun vriendinnen naar de achteringang van de Jap Jum. Dat was lach hoor, wat er allemaal naar binnen ging. Ben je wel die mannen geweest? Die er dan bij hoorden. Ik ging gewoon met de trein. Ben je naar de Jap Jum geweest? Nee, want alleen als je je jas ophing, dan was je al 100 gulden kwijt in de garderobe. Nee, nog nooit geweest. Nee. Ik ben er wel een keer geweest. Als gast. Wat moest je doen? Ik ging met een vriend mee, die kende daar iedereen. Met Jan Klepper, was je samen met Jan Klepper? Die nodigde me uit van, we gaan vanavond bij de Jap Jum drinken. En ik vond het suipen. Echt zo tacky. Ja, suipen, ja. Ik vond het echt zo een ordinair kamp gewoon. In de zin van zo'n kamphol. Met goudblad. Het was zo ordinair. Heerlijk.
Ik had zo ordinair. Heel Turks, zeg maar, heel Turks. Zo ziet het huis van Yeshim eruit, zeg maar. Wat ja, zoiets, ja, ja. Veel rood, veel kleur. Met die muurschilderingen, hele lelijke muurschilderingen. Veel nepgoud. Rustig. Allemaal één voor één. Dat wordt, ja. Wat kostte die drank? Wat kostte die drank uiteindelijk dan in een avondje suipen in de Jabjum? Nou, ik denk dat hij toch wel tegen een roodje kwijt was voor. Ja, ze hadden gewoon hun eigen champagne. Tenminste, dat wil zeggen, ze hadden een fles champagne met hun eigen label erop. Ja, slim. Dus gewoon waarschijnlijk een fles champagne gewoon van een tientje of een bubbeltje van een tientje prosecco. Ja. En dan gewoon een heel mooi label van die Jabjum erop. En dan betaal je gewoon, wat is het? Ja, een paar meien voor zo'n fles. Maar ja, daarna moest je nog door, moest je nog bijzuipen in Café Frankrijk of Café de Muur zeker. Frankrijk, ja, nee, daar kwamen we niet in. Maar waarom bestaat er niet nog zo'n club? Zoals de Jabjum. Ja, de prinses heb je, de prinses. Prinses. Wat? Je had huizeria. Ze zijn helemaal bij de nieuwe bank daar, toch? Ja, naast de Groene Amsterdammer. Bij de huizeria is dicht. De Utrechtse straat daar. Is allemaal dicht. Huizeria. Alles is dicht. Ria, daar kwam brood altijd. Ria op de Overtoom. Die is dicht, ja. Alles. Nee, maar alle bordelen zijn toch een beetje dicht. Ja, officieel ja, wel, natuurlijk. Denk ik. Maar jonge mannen, ik snap het gewoon niet. Waarom zijn dat soort clubs gewoon dicht? Dat is ook een verdienmodel. Dat is gewoon business. Ik bedoel, als je... Anderhalve meter. Ja, maar als mannen, ook hiervoor, als mannen gewoon zaken doen, dat hoorde ik ook allemaal via netwerkrelaties, die gingen ook wel eens naar zo'n club toe om een zaak rond te krijgen. Nee, ze zeiden tegen hun vrouw, ik heb een zakenlunch en dan gaan ze naar de hoeren. En in het bordeel krijgen ze dan een bon zakenlunch van 500 euro. Ik had een buurman, die dat is echt een gigantisch verhaal, maar die vertelde aan zijn vrouw dat hij dus zaken ging doen in die Jabjum, maar dat hij zelf niks deed. Nee. Vervolgens een jaar later had hij dus een dame uit die Jabjum naar Apeldoorn gebracht, een flatje gegeven. En toen die ging toen zijn vrouw bellen. En toen bleek dat kind ook weer te gaan werken in Apeldoorn. Het liep helemaal uit de hand. Maar die vrouw van hem, Jabjum had vroeger hele goede advertenties in de Telegraaf. Ja, ook in de Volkskrant. En de vrouw van die man, die knipt dus al die advertenties uit van... Kijk eens hoe leuk Jabjum is. Mijn man komt er altijd bij, die doet nooit wat. Maar dat gelooft ze toch niet? Kom op, ja, nou, zo dom kan je niet zijn. Ja, geloven ze wel. Mijn vrouw gelooft het ook. Ja, inderdaad, van die pakkende advertenties elke week. Zin ja, in actie, maar een beetje zo boeddhistische actie. Shit. Dat is leuk. Shit. Goed, man. Dat was wel goed. Yeshim. Ja. Hoe zit het? Jij bent seksspecialist van Turkoloog en... Hoe zit het met de bordelen in Istanbul? Nou, ik zal je een verhaal vertellen. Ik ben dus ooit naar... Geen tandenborstel, hè? Dit keer. Ja, een ander verhaal. Met een wc-borstel. Nee hoor. Ik ben ooit... Now we're talking. Nou, ik ben ooit naar een... In Ankara, toen ik daar woonde, ben ik naar een bordeel gegaan. En er was dus onder de grond, moest je dus naartoe gaan. Moest je lopen. En op een gegeven moment had je van die tafeltjes. En er zat dus ieder... Hoer met een typische Turkse man met een snorm buik. En wij gingen daar met twee vriendinnetjes en met vrienden gingen daar keihard drinken. Heel veel rakken. Maar die hoeren hadden last van ons. Dus op een gegeven moment kwam de manager aan en die zei... Ik heb een verzoek van de hoeren of jullie heel snel willen oprotten. En we hebben een ontzettend leuke avond gehad. Want weet je hebt in een pavillon, zo heet dat, heb je een soort van een zanger... Die allemaal volksliederen ziet. Dus het is onwijs gezellig met tafeltjes. En je hebt ook gewoon entertainment. Maar wij moesten echt gewoon zo snel mogelijk weg. Ja, het is geen bordeel. Het is een animeerbar. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, waarom snap je dat? Nou, omdat je bent een soort concurrentie. En het is hun werk. En jij zit daar een beetje op. Ja, je verpest de markt, zeg maar. Het is precies hetzelfde als mensen op de wallen lopen. Een beetje zitten lachen. Ho, zie, weet je wel. Dus... Het is hun werk, dus dat begrijp ik. Ja, ik denk dat het inderdaad ook beschouwd wordt. Naar een andere club gaan. Dat wordt ook een beetje beschouwd als aapjes kijken en een beetje lachen, gieren, brullen. Ja, ik kan me voorstellen dus dat het niet de goede aap is. Nee, maar de manier waarop jij zegt hoeren, vind ik al heel mensen onteerlijk. Ah ja, maar dat is een beetje volks in de volksmond. Ja, snap ik. Sekswerkers dan. Seksworkers. Sekswerkers. De aanwezige. Ja, sekswerk vind ik ook een vreselijk woord. Ik wou dat er een ander woord voor kwam. Normaal, nee, sekswerk is toch een mooi goed woord? Anders verzin jij nu een woord. Ik bedoel het gewoon niet negatief. Het is gewoon weer, als ik zeg, het is een beetje hetzelfde als ik zeg een Turk of een Marokkaan.
Maar anders verzin jij een waarvan jij denkt, dit is gewoon een acceptabel woord. Zoals ik ooit, in plaats van allochtoon heb ik bicultureel bedacht. Misschien moet jij een nieuw woord introduceren in plaats van sekswerker. Ja, nou, daar ben ik al heel lang mee bezig. Ik heb ook heel veel mensen gevraagd, maar we zijn er nog niet uit. Liefdeswerker. Hoe? Liefdeswerker. Liefde, ik vind liefde, ja, daar moeten we even over hebben dan. Ja, liefde. Maar ik vind, in Surinaams is het hurenmeisje. Dat vind ik wel mooi. Hurenmeisje. Wat voor meisje? Hurenmeisje. Huur. Nee, dat klinkt niet. Hurenmeisje. Hurenmeisje. Oh ja. Nee. Zeg geen ander woord, Henk, voor... Bijvrouw. Voor ik dacht dat het woord bijvrouw was in Suriname. Buitenvrouw. Ik ben voor liefdeswerker. Buitenzorg. Buitenzorg. Ja, betaalde buitenvrouw. Betaalde buitenvrouw. Ja, dat is beter, ja. Ja, want het is kijk, het Surinaamse woord voor hoer, ja, is ook weer heel delicaat. Een mocho. Weet je, een mocho. Ja, mocho, ja. Mocho. Een mocho komt ook uit Amerika, hè, mocho. Dat is via Afrika en Amerika, New York, weer naar Amsterdam gekomen. Kaula mocho is nog erg, hè? Kaula mocho. Kaula mocho, ja. Dat zou ik niet zeggen tegen Surinaamse vrouwen. Ik zeg het altijd. We gaan dat heel zwaaien naar me. Goed. Nee. Dat is echt te ordinair. Dat kan je niet maken. Nee. Ik heb wel eens gezegd. Maar... Jou wel, tegen jou toch wel? Ja, tegen mij wel. Maar misschien moeten we nu hier een woord introduceren. Ja. Maar ja. Wat is het met sekswerker? Wat is dat? Is ik dat vind een sekswerker een goed woord. Nee. Een beetje weer boos, zeker. Een beetje vindt dat weer niet goed. Want? Nee, ik vind sekswerker geen mooi woord voor die vrouw. Nee, het is een lelijk woord. Want waarom niet dan? Te veel lettergeven. Je werkt met seks en daar gaat het niet alleen om seks. Wat jij zegt, liefdeswerker, vind ik dan nog veel beter. Omdat je hebt ook liefde voor je vak, hè? Dus, ja. Als jij niet iedereen had, hoor. Ja, maar jij bent old school, hè? Jij bent echt romantisch. Maar niet alle. Ja, maar altijd wat mij dat verweten. Liefde voor een vak, hoor. Tuurlijk wel. Ik had ook liefde voor mijn vak. Ik ben eens met je. Ik heb het misschien nog verromantiseerd. In de jaren 80 kwam ik in een club, of in een club, een discotheek heette dat toen. Geen club, een discotheek. Huizeria. Heel veel werkende meiden die gingen uit op de zondagavond. En die vertelde die verhaal van die klanten. En daarin ga ik mee met je. Niet iedereen kwam voor de seks. Sommige klanten kwamen ook alleen maar om te praten. Oké, jongens, laten we nog een liefdeswerk weer doen. Nu, je ding kwijt, je verhaal kwijt. Sommige klanten zaten ook alleen maar een half uur te janken. Whatever. Ja. Klopt. Nou, maar Danny, heb jij dat ook al in jouw winkel gehad dan? Die gaan half uur zitten huilen en zijn dildo bestellen. Ja, ik had op een gegeven moment kreeg ik een man in de winkel. Die was diep in de 70. En die wilde voor me komen schoonmaken in de winkel. Maar dan als, je kent wel uit die film van Hoge Hakken, Echte Liefde. Met een schortje voor en een plumootje. Ja, dat is de dingetjes dat die film, wat zie ik? Henk Molenburg. Wat zie ik? En toen zei ik van, nou, daar heb ik allemaal geen zin in. Dan moet je gewoon bij die meid die hiernaast zijn gewoon weer... Ook verbinding is heel slecht opeens. Die spreker, toen zei ik, oké. Hij heette Jacques. Hij was professor. En, ook nog meer van achter. Mag ik de volgende keer terugkomen in mijn outfitje? In mijn outfitje. Maar dan heet ik Beppie. Oké, Bep. Maar ik ga je geen aandacht geven. Je mag hier komen schoonmaken. Maar ik ga hier geen aandacht aan besteden. Doe je ding en that's it. Nou, toen kwam volgende week Jacques. Die kwam keurig als Bep. Ging hij zich verkleden. En hij was zo schattig. Hij had een pruik opgezet. Een soort van hardrock pruik zag het eruit. In zijn BH had hij sinaasappeltjes gedaan. En hij had een lakrokje aan en een witte schortje ervoor. En hij had net kousen aan en lakschoentjes. Oh mijn god. En dan ging hij met die plumeau door die zaak heen. En toen zei hij, mevrouw, er komen klanten binnen. U gaat me toch niet voorstellen aan ze, hè? Dus dat was de hele dag was dat toch een spelletje. Maar dat was een schat en hij is bij mij gebleven totdat hij 83 was. En toen liep hij nog... Gewoon een gratis schoonmaker. Je had gewoon een gratis schoonmaker in huis. Slavernij. Lappen en zo van me, weet je. En dan zei hij, mevrouw, ik vind het zo eng. Maar stond tot zijn 83ste liep hij nog in zijn lakrokje bij me rot. Nou, is toch enig. Ja, maar Danny, er is al wel een verhaal achter, hè? Dat is een heel bekend verhaal van Danny. Want Danny, jij kent waarschijnlijk Café de G-Force nog. In de ja, dat in het straatje. Daar had je twee keer. Ja, de G-Force. Nou, dat is ook een soort van figuurom. En die werd dan verhuurd. Die verhuurde zich om bij dames thuis schoon te maken. En ook, die liet zich er ook
kindje of meisje of meid noemen. Die kon je gewoon huren. Ook een oudere heer was er waarschijnlijk. Ja, dat zal dezelfde wel geweest zijn. Ja, jongens, ik heb toch iets belangrijks te melden. Iets wat me toch dwars zit. Het is Ramadan vandaag. Nee, ja. Morgen. Oh. Luister, nu mag ik erover praten. Morgen niet. Nee hoor, grapje. Ik praat over alles. Maar kijk, toch hè, met je even om terug te komen op hoer. Kijk, en zelfs weer. Als met... Nee, maar ik zit me toch dwars. Nee, wacht even. Ik ga iets belangrijks zeggen. Voor een schoonmaakster, die benoemen we ook huishoudster, mag ook niet. Een Turk mag ook niet. Een Marokkaan mag ook niet. Interieurverzorgster heet dat. Ja, interieurverzorgster. Maar een hoer, kijk, ik scheld niemand uit. Ik vind gewoon, ik vind hoe zelf... Hoe zeg je hoer in het Turks? Hoer? Oorlof, nee, maar het wordt ook misbruikt, hè? Hoer wordt misbruikt. Kijk, een vrouw die een beetje ordinair uitziet, wordt al uitgescholden voor hoer. Ja, maar is dat anders? Maar, dat is uitgescholden. Dat vind ik wel, maar het wordt verkeerd gebruikt. Ja, maar kijk, ik gebruik het. Ik heb gewoon echt wel serieus. Ik ben ook echt voor behoud van wallen. Desnoods moet ik protesteren. Ik doe mee. Ik vind het echt belangrijk. En ik heb respect voor vrouwen die hun geld verdienen met dit soort werk. Maar als ik zeg hoer, ik gebruik het niet om te schelden. Maar begrijp je? Maar ik moet er wel aan denken, omdat we steeds preutser worden. En we mogen dingen niet meer benoemen. Begrijp je? Het wel benoemen, dat moet je zelf weten. Maar ik bedoel, het gaat mij om de manier waarop en ja. Ik bedoel, ik word ook nog steeds uitgescholden voor hoer op straat. Nee, dus dat vind ik verkeerd. Dat vind ik verkeerd. Echt, dat kan niet. Dat is maar waar in Enschede of in Amsterdam? Overal. Ja, je was altijd op televisie, of dat je altijd op televisie was van de... Ja, omdat ik doorgevoerd ben geweest van de prostituees, tuurlijk ben ik de grootste hoer. En ik ben al 25 jaar gestopt, maar ik ben nog steeds een hoer. Maar heeft Safira Holland er ook nog last van? Ik kwam vroeger wel eens een paar feestjes. Nou, maar Safira is een veel andere vrouw. Die maakt dat allemaal niet uit. Nou, het doet hetzelfde als jij hoor, sorry. Nou, die staat wel een beetje boven. Safira die leeft haar leven en maakt haar niet uit. Die heeft een schitterend huis in Amsterdam-Zuid aan de Stadionweg. Stadionweg, ja. Met een breakfast heeft ze, hè? Ik ben er wel eens aan het toneel geweest, maar er werden mij te veel drugs gebruikt. Toen dacht ik, hier moet ik niet wezen, dat is niks voor mij. Ja, ze kwam wel eens naar een kindjefeest, Safira. Heel enkel keertje hoor. Ik heb wel een paar keer gezien. Maar met je, waarom schelde jou uit voor hoer en Safira niet, Vera? Dat vind ik toch raar, want... Nou, dat doet Vera ook wel, jongens. Zij was wat duurder dan jij, denk ik. Vera ook wel. Maar die was duurder. Vera was duurder. Ja, ik weet het niet waarom. Maar ik weet het niet, maar toen ik nog nooit de hoer speelde, scholden ze me er al vooruit. Dus, ja, maar het is ook een lekker woordje, het is kort. Als je zegt, hey, sekswerker, dat klinkt niet. Laat maar gaan doen. Hey, vuile commerciële sekswerker. Vuile, vieze prostituee, dat klinkt toch niet? Hoer is veel lekkerder. Maar werker vind ik ook zo, alsof het een bouwer is. Ja, en hoeren lopen. Toch? En dat mag ook niet zeggen dan. Hoeren lopen? Ik zie... Ja, dat hebben ze niet zo slecht. Een hoerenloper heet tegenwoordig een prostituant. Ja, dat is zo. Dat vind ik nog erger. Ja, dat klinkt... Maar ja, als je een ander voorstel... Wat zeg je dan? Je zegt nu van love werken, hè? En hoe noem je dan een wacht, ik ga er even uit. Liefdesloper. Liefdesloper. Nee, maar met je, dat glijdt toch koud van je af als iemand je uitschilt. Wat ken jou dus? Ik bedoel, dat kan me helemaal goed. Nee, dus je hebt nog geen zak. Nee, daarom. Dus we maken ons druk om dan om dat woord. Nee, maakt me niks uit. Want ze moeten toch wat te lullen hebben. Interesseert me niks. Nee, daarom. En al die mensen, dan mijn eigen... Pff, man, je weet wat ze over mij hebben. Met je. Dat hele plan van... Oké, nieuwe bruidsheid. Wie gaat er nog topless op het zand liggen? Ik? Nou, weet je, daarover hebben we, topless op strand. Mens, wat doe je nou? Had je niet even kunnen waarschuwen? Topless op het strand. Manboobs. Oh man. Nee, ik ga dat niet doen. Dat heeft ook niemand gevraagd. Was ik beter van niet? Is ook beter van niet? Nee, maar voor de week op de strand vragen, ik wil even vragen met je dat hele plan van Asscher. Het is allemaal bij de VPRO geweest. De hele ombouwen, zeg maar, tot van de Wallen. En met name waar het kantoor zat van de Rode Draad. Met dat café wat helemaal doorliep. Dat is helemaal mislukt, toch? Jongens, ik versta het. Waarom is dat mislukt?
Het geluidskus. Veel regels hebben gekregen. De meisjes hebben, die kregen het, veel, zal men zeggen, regels opgelegd en te weinig rechten. Dus het was niet eerlijk. En op een gegeven moment is het verkocht. Maar ze hebben nu toch een gemeentebordeel? Oh. Ja, ja, maar dat gaat zo. Is dat zo? Ja. In de Stopra. Ja, ja, ja. Waar is dat? De Stopra. Ik een drankje gaan drinken. Waar is dat? Nee, ze hebben geen gemeentebordeel. Dan mag je als vrouw niet binnen. Hoezo? Waar is dat dan? Ja, nou, dat is gewoon, dat wordt door de gemeente, die zoeken net zoals dat je bijvoorbeeld nu in Utrecht heb je het zandpad, het zandpad, is gesloten, ja. En dan heb je het nieuwe zandpad, komt eraan, maar daar zoeken ze ondernemers voor, ja. En om dat te beheren, dus dan moet je met een goed plan komen en je moet gewoon schoon zijn. Wit geld, ja, wit geld. En dan mag je dus eigenlijk voor de gemeente een bordeel beheren, want zo is het. Het is wel een goed plan, hoor. Het is wel een goed systeem. Ja, maar het werkt gewoon niet. Ja, dat is niet voor jou. Danny, waarom heb je niet gewoon? Op de wallen, die meiden die daar werken. Ja, op een of andere manier, die kasten, daar gaan ze niet echt in. Het werkt gewoon niet. Gaan de kasten doen. Het zal misschien op een bepaalde manier controle op zitten. Laat ik het zo zeggen, die kasten zijn niet altijd verhuurd. En dan zeg je weer kast, dan zeg je hoerenkast. Eigenlijk zeg je hoerenkast, dat zouden we niet meer gebruiken, dat woord. Als jij kast zegt, nee, kast, dat mag wel. Liefdeskast. Maar liefdeskast. Danny en Metje, wat zou dan wel werken? Wat zou dan wel werken? Nou, ik vind gewoon, kijk, een boervrouw... Zoals vroeger, kleine hotelletjes. Zoals vroeger. De ramen werken toch gewoon? Je hebt toch gewoon toezicht van iedereen om je heen? Ja, alleen de gemeente zelf maakt het heel erg moeilijk, ja. Maar het werkt toch gewoon raar. De meeste meiden die ik ken, die achter de ramen staan, die willen echt niet in een hotel werken in Amsterdam-Noord straks of zo. Nee, het raam is niks mis mee, achter het raam is niks mis mee, maar het is juist de gemeente die het eigenlijk... En ze slachten wel de kip met de gouden eieren, want alles komt erop af. Dus ik vind het gewoon een heel stom beleid. Ik bedoel... Ken je dat plan, dat is een paar keer ontworpen, om in Lelystad of ergens in de polder, een heel Amsterdam met coffeeshops, met hoeren, met zeg maar alles wat nu in het centrum zit en wat over volgens de PvdA... Maar dat zit toch bij Halfweg, willen ze dat doen? Ja, bij Halfweg, ja precies. Die hebben een sfeer, de oude panden, dat trekt. Maar als je dat ergens in de weiland gaat zetten, dan werkt dat niet. Dat gaat niet werken, want op de Wallen is ook een toeristisch gebied met restaurantjes en winkels. Ja, lekker, leuke cafés. Ik ga daar niet eten. En dat soort Atlantic City, waar je alleen maar voor een ding. De Wallen is niet mooi, historisch Amsterdams. Even een anekdote tussendoor. Hoe heet het? Dat eilandje waar al die Nederlanders heen gaan op vakantie. Gambia? Nee. Een eiland, maar... Ligt naast Curaçao, hoe heet dat ding? Aruba. Nee, van Venezuela is dat. Van Venezuela. Isla Margarita. Bijna. Hoe heet dat ding nou? De Dominicaanse. Nee, het Nederlandse eiland. Waar al die Bonaire. Een hoereiland? Je grap, nee. Kijk, een Bonaire, een vriendje van Engel, mijn zoon, die werkt op Bonaire als kok voor Johnny Boer. Maar er zit één bordeeltje zit daar, helemaal op het topje van het eiland. Dus toen is hij daarheen gegaan. En toen kwam hij te bordelen, was een brommer gejat. Moest je helemaal het hele eiland aflopen. Maar er was maar één bordeel. Dus het is wel over teruggekomen dat je het midden in een weiland zo'n bordeel neerzet. Ja, dan ben ik alles kwijt als je terugkomt. Dan moet je bloot op rekening mee uitlopen. Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Gaat niet werken. Gaat niet werken, maar je moet prima werken. Met je, wie is die eigenaar van het gemeentebordeel? Daar ben ik toch gewoon benieuwd naar. Is dat Dikke Willem of zo? Dat is een vrouw. Ik weet haar naam niet. Het is een vrouw? Wow! Nee, de gemeente is gewoon maar met je. De vrouwelijke exploitanten. Nee, is dat niet voor jou? De gemeente is de eigenaar. Ja. Nee, de gemeente heeft die panden opgekocht. En daar hebben ze gewoon een bordeel in gedaan. Dus die panden die zijn gewoon gebleven. Alleen ze hebben vrouwelijke exploitanten erin gezet. En die moeten dan voor de administratie zorgen. Voor een correcte verhuur van de kamers. En waar staat dat ding? Daar verdient de gemeente geld. Daar staat het hele beleid in. Daar staat op de oude zijde achter. Dat is links van de bananenbar. Als je voor de bananenbar staat, linkerkant op het hoekje. Oh, wat een giller, hé. Bokito-bar. Wat een giller. Maar dat werkt dus wel. Nou ja, nu even niet dus.
Is alles dicht nu? Ik woon gelukkig in Duitsland. Maar ze hebben ook een soort broodpot, weet je. Ze sparen en het geld dat blijft allemaal bij hun. Het moet natuurlijk wel huur betaald worden. Maar ze verdienen toch meer dan dat ze achter een raam zitten. Omdat ze dus wat dat betreft meer gebeschermd zijn. De meiden hebben er geen zin in. De meiden trekt dat niet aan. Gemeentelijk. Ja, de meiden trekt het avontuur, laat ik het zo zeggen. Maar Meentje, is het niks voor jou, dit? Is het niks voor jou om zoiets te doen? Is het met pensioen? Nou, toen ik stopte had ik er wel aan gedacht. En ik had toen nog dat ik het zou kunnen doen. Ja. Maar ik had toen een vriendin en nog een vriendin. En deden we samen mee. En ik heb ze ook alles geleerd. Maar in de praktijk ging dat gewoon niet. En ik had er op een gegeven moment ook de brui aan gegeven. Ik ben dus gaan filmen, gaan fotograferen. En ik heb de dingen ben ik nu aan het doen die ik altijd heb gewild. En die prostitutie was voor mij eigenlijk wel heel leuk. Maar ik heb altijd gedacht, morgen stop ik. Wat ga ik wat anders doen? En dat morgen, dat werd 25 jaar. Dus ja, ik wilde zo. Eigenlijk... Je hebt 25 jaar als, zeg maar, liefdeswerker gewerkt. Ja, als liefdeswerker gewerkt, ja. En ik ben al in 25 jaar gestopt. Krijg je dan ook een pen of zo, of een onderscheiding? Dat krijg je als je kantoor werkt. Ik heb nog nooit een lintje gehad. Een lintje? Ja. Ja. Ga je voor een lintje regelen? Een lintje. Ik vind 50 jaar toch geen lintje regelen voor mij. Had ik wel een gouden eikel mogen hebben? Ja. Ja, maar wij kunnen jou voordragen, hè, bij een lintje. Henk de Poel pakte bij de gemeente. De Koningsdag-uitzending. Dat is een mooie gelegenheid om... met je voor te dragen. Ja, met je weer niet geridderd. Godverdomme. Zijn er wel een sekswerkers? Mogen terug naar de vraag van topless wel, niet. Oh. Waarom niet? Waarom nu niet? En toen wel? Ja, nou ja, dat is dus een vraag. Waarom staat zoiets gewoon? Hoe kan dat? Angst. Opeens angst. Is het gewoon echt nat dan om je hersje uit te trekken. Ja, angst voor Marokkanen. Punt. Dat is het hele verhaal. Dat zie je overal. Moeilijk over doen. Mag ik daar even op reageren over topless? Ik vind het zelf mooier als het niet topless is. Ik vind het sexier. Ik ben zelf meer van de Brazilian. Ja, maar dan lig je toch niet voor op het strand. Je ligt hier voor het strand om mooi te zijn. Maar luister, nee, ik vind gewoon mooi als je gewoon bikini aan hebt. En dat je billen wat zichtbaarder zijn. Zeg maar Brazilian bikini vind ik zelf sexier. Ik vind zeg maar al die... Ik vind, zeg maar specifiek in jouw geval is dat dan? Maar ik vind tepels word ik gewoon misselijk van. Als ik andere tepels zie van vrouwen en mannen. Ja, maar dat zeg je, ook bij vrouwen. Nee, munt. Oh, wat erg. Gaat niet. Wat? Wordt misselijk. Ja, dat vind ik. Ik vind het gewoon mooier. Ja, maar jij zegt, je zei gisteren, varkensvlees vind ik ook niet lekker. Het heeft niks te maken met islam. Varkensvlees vind ik niet lekker. En ik ga toch Ramadan doen uit respect voor de buren. Oh ja, dat zei ik helemaal niet. Hé, onruststoker. Dat zei ik helemaal niet. Maar ik vind de mooiste vrouw van de wereld, vind ik Sophia Loren. Een vrouw met stijl. Ze heeft prachtige borsten, billen. En die gaat ook heb je wel een recente foto gezien? Het hele topless gebeuren in de jaren 70, 80. Het was ook een sentiment van de tijd. Vrijheid, blijheid. Alles moet kunnen. En ja, maar waarom is alles nu zo truttig dan? Alles is terug. Door islam. Oh ja. Dat moet toch wel? Ja, kom op. Het is gewoon vanuit een religie. Nee, luister. Nee. Arthur, het is toch aan een... stel je voor dat de kunst van de muur weggehaald wordt, dan is het toch aan de directeur van die instelling om te zeggen nee. Dus niemand voelt zich onder druk. Ik vind zelf... Ze worden wel bedreigd hoor, Bedreigd. Ja. Nou, maar oké, kijk naar mijn vriendinnen. Vriendinnen, luister. Niemand wordt van mijn vriendinnen bedreigd. Ik heb ook vrouwen geïnterviewd voor mijn boek. Nou, zo preut zijn Nederlandse vrouwen. Zo preut. Het heeft helemaal niks met islam te maken. Voor hen dan. Nou, ik vind dat weet ik niet hoor. Dat is van de laatste tijd. De laatste 10 jaar is het echt... Ja, maar het is not done in bepaalde kringen om erover te praten. Weet je wel, als je het hebt over de bepaalde scene in Nederland, is het zijn die vrouwen zo... Als je iets vraagt, dan worden ze gewoon boos. Begrijp je? Waar heeft dat dan mee te maken? Maar je was er niet bij, Jim. Maar het is een monsterverbond van de ChristenUnie. Tussen feministen, die zijn ook allemaal tegen bloot. En dan passen de moslims goed bij, zeg maar. Dat zijn die drie clubs. Want die posters, die van een blote vrouwen reclame, weet je wel. Van die brug, supply. Ja. Die worden eraf gehaald. Ja, het kan een salafist zijn geweest, maar ook een feminist, weet je. Dat doe je gewoon op die reclame van dat is ook een voorbeeld. Precies.
Die faam moet terugkomen. Ja, die faam moet terug. Vind ik zo mooi, dan zag je zo'n borst, zeg maar. Volgens mij zag je toch iets zichtbaars met de reclame. Tepels, zag je twee tepels. Ja, dan word je eens misselijk. Maar ja, als jij als jij op strand ligt, dan wees toch ook alles bruin. Alles. Dus niet alleen die bikinilijn. Je wilt toch echt bruine tieten hebben? Ja, ik vind het wel lekker. Ik hou wel van een beetje zo bij de Playboy vroeger dat die tieten wit zijn en de billen. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, klopt. Dat vind ik ook mooi. Vind ik ook mooi. Maar ik vind ben toch meer van de billen, denk ik. Vind ik gewoon wat sexier. Maar welk strand lig je dan en wanneer ga je er weer heen? Ga je naar de Hoek van Holland of zo? Nee, ik ga op naar Noordwijk. Oh, maar welke paal? Welke paal? Welke paal? Ja, dat moet gewoon eigenlijk kunnen. Het moet gewoon een vrij normale zaak. Dat kan niet meer dus. Dat kan niet meer. Ondanks een... Ja, Henk, zuur. Maar ja, 76 was toch allemaal normaal? Dat we allemaal bloot zonden. Dat hoort toch ook niet? Toen deed het. Ja, maar Surinaamse vrouw, dan gaan ze gepreut. Weet je, dat heeft niks met islam te maken. Surinaamse vrouwen, die gaan ook bijna nooit toplessen, zover ik weet. Ja, maar nee, als je kijkt in de jaren... mijn middelbare schooltijd was jaren 70, begin jaren 80. En ging gewoon met hele groep in het strand. Zaten ook Surinaamse meisjes tussen. Iedereen ging gewoon toplessen. Het was vrij normaal als de zavelde wereld. En wij als jongens die daar mee gingen naar met het strandgroepje... Nou, we reageren daar gewoon ook volkomen normaal op. En niet van... Maar toch, ik vind het toch belangrijker, voor mij is emancipatie, als vrouw het kunnen praten over seksualiteit. En ik vind dat nog veel belangrijker of je topless gaat zonder ja of nee. Want ik ben van geschrokken, dat gewoon vrouwen gewoon niet over kunnen praten. Gewoon, dat ze gewoon helemaal boos worden of they feel ashamed. Dat vind ik veel erger dan een paar tepels die je ziet. Dat vind ik de spreutsheid. Dat je niet over kunt praten. Jesse. Maar welke vrouwen heb jij gesproken? Wacht even. Wat? Praten vrouwen niet heel veel over seks? De tijdschriften staan er voor van. Ja, lijkt me wel. Mijn netwerk zien totaal niet. Totaal gewoon niet. Niemand. Maar wat zijn dat dan voor vrouwen? Wat zijn dat? Want hoogopgeleide liefdeswerkers. Nou ja, allemaal hoogopgeleid, komen uit een heel goed milieu. Het is not dan. Gewoon nat. Als ik in de trein zit en er zit een vrouw tegenover me, begint ze altijd over seks te praten. Dan kan ik alles. Ja, met jou, omdat iedereen jou kent. Ja, met mij over seks. En ze vragen me hoe moet het en hoe doe je dat? En oh god, en die man die wil dit. En ja, weet je, ik hoor van alles. Oh, loop weer vast. Maar ik geloof wel, als je er een camera op zet, dat ze stil zijn. Ik denk dat het meer persoonlijk is. Maar Jim, maar vrouwen onderling, die praten toch wel over alles. Nee, Die mannen worden er doorgehaald, hoor. Die mannen worden er Luister, ook op Nijrode vonden vrouwen mij echt... Ik kon er gewoon met mannen over praten, maar vrouwen vonden me echt heel heftig. Als ik dan van een waxing studio was gekomen en daarover had... Ze konden er gewoon niet over praten. Gewoon niet. Maar weet je hoe dat komt? Dat komt allemaal de Jort Kelder-achtige types op Nijrode, weet je? Dan heb je al gegeten en gedronken. Het laatste waar je dan aan denkt is seks. Dan denk je alleen maar je boekhouding. Het is toch opvallend dat een hoogopgeleide vrouw dus blijkbaar daar moeite mee hebt. En eigenlijk zeg je dat iedereen in die tijdschriften erover praat. Dat zijn dus zeg maar de laagopgeleide vrouwen. Ik heb het idee dat al die vrouwen over seks praten. Nee. Ja, en nu ook in Amsterdam-Zuid... Amsterdam-Zuid, jongens. Ik maak best wel veel grapjes. En dan kijken ze me aan. Nou, het is nu echt niet de tijd ervoor. Of begrijp je? Het is gewoon... Ze zijn zo... En daar schrik ik nog echt van. Ik kan ook een grapje maken. Ja, Jim, dat boek wat jij hebt gemaakt... Maar ja, misschien hebben ze er ook helemaal geen behoefte aan, hè? Blijkbaar. Maar waarom zou ik geen grapje mogen maken? Waarom word ik dan... Weet je, ze worden echt boos. Ik mag nog geen grapje maken. Helemaal niks. Maar jij zit gewoon constant in het verkeerde milieu. Begrijp ik. Constant. Toch Amsterdam-Zuid. Daar zit het probleem. Je moet constant. Er zijn geen kroegen daar. Nee, alleen bij die kutmetro's daar. Ja, het is saai. Ja, precies. Even een briefje tussendoor. Ik krijg een briefje van de gemeente Zaanstad. Dat met de aanmelding... Met de torso-regeling.
En dan, gaat het nog een maand duren voordat je überhaupt iets krijgt. Dan staat hier, mocht u in deze weken geen geld hebben voor eten of drinken en uw eten is op, dan kunt u een voorschot aanvragen. Oh. Wat moet je als half dood zijn. Dus, je moet, ja, dus als je eten op is, moet je kunnen aantonen dat je eten op is. Dus dan kijk je naar huis. Het is allemaal leeg. Ga dan naar saavond.nl, druk op de dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Dus je dood in je huis zit. Maar ik hoorde ook al dat je een rode vlag buiten moest hangen. Als je dus eten ophaalt, moest je een rode vlag buiten hangen. Als je bier op is, krijg je dan ook wat? Een vergoeding, biervergoeding? Ja, dan moet je een groene vlag hangen. Wel, als je een graf hebt gekocht in Turkije of Marokko, dan kan je ook geld vangen. Wow. Als je wat hebt gekocht? Een graf in Turkije of Marokko. En je kan er door deze omstandigheden niet naartoe. Femke Halsema betaalt dat. Femke Halsema betaalt dat. Als je, kun je financiële repatriëring krijgen. Oh ja, daar heb ik over geschreven vorige week, ja. Maar ik was, wat vinden jullie ervan? Dat ze alles ja, maar weet je hoe het komt? Het komt omdat, kijk, moslims en joden ook, en christenen ook, die geloven, sommigen, geloven dat de wederopstanding, allemaal gelul natuurlijk, niet aangetoond, nooit iemand uit het graf opgestaan. Maar die, daar komt het op neer, want in Amsterdam wordt je graf na een dag al geruimd. Weet je, na een dag. En in buiten Amsterdam misschien na 3 jaar. Maar daarom hebben ze, willen ze in Turkije, dan heb je zeg maar, voor de eeuwigheid heb je dat graf gereserveerd. Dat is de praktische reden. Het heeft dus te maken met de dag des oordeels. Dat is allemaal onzin natuurlijk, maar goed. Maar goed, het is toch ook wel heel apart dat je daar wel eens financiële steun voor krijgt. Ja, en hoe gaan die lijken dan daarheen? Zijn het ad hoc vluchten met KLM? Weet je, dat wordt dan kennelijk wel gevlogen. In een container, gewoon. Het is een raar verhaal. Maar ja, kijk, Amsterdam, we toch al Amsterdam hebben en Kasten. Die zijn helemaal failliet en dan gaan ze nu bedelen in Brussel. Maar tegelijkertijd worden weer allemaal bonusjes aan het stemvee weggegeven. Ongelooflijk. Het gaat maar door. Ja, zijn. Ze hebben zoveel verdiend aan het parkeren en alles. Ja, maar... Die gasten van We Are Here, hè, die zitten dus met z'n 60 ergens in de Belmer in een garage. Heel zielig te doen. Maar die hebben dus alles geweigerd, hè, zelfs van GroenLinks. Die weigeren alle voorgestelde dingen. En die willen nou ook weer iets... een nieuwe ruimte. Maar ik ben wel benieuwd waar het geld van het parkeren naartoe gaat. Ik zou wel even van de gemeente willen zien. Wat? €7,50 per uur. Ja, maar ik wil zien van de gemeente hoeveel ze binnenhalen per jaar en waar het aan wordt besteed. Ik wil het zien. Ja, asielzoekers. Ik wil het echt zien. Nou, kijk, ik vind dat daarover moeten protesteren. Ja, voorlopig rijdt er nog eventjes geen auto door de binnenstad. Er wordt ook niet geparkeerd, denk ik. Ook die inkomsten die... Nee hoor, het staat helemaal vol, de stad. Serieus? Oh, nee, ik ja, hier in de straat ook. Alles staat vol. Gewoon de kantoren. Nou ja. Ja. Maar goed, parkeervergunningen uiteraard ook. Hè. Dus wie gaat gezellig dagje naar Amsterdam €7,50 per uur betalen? Op dit moment daarom, joh. Toch even niemand. Maar daarom is Amsterdam overgenomen nu dan even niet maar door toeristen. En wat dat betreft vind ik wel fijn dat de toeristen eigenlijk er niet meer zijn. Ik vind het echt fijn. Ik vind het ook geweldig. Alleen er komt geen geld meer binnen nu, want de sale gaat tot 5 uur uitgesteld. Lekker rustig, maar de omstandigheden. Ongekend. Ja, maar de Amsterdammers gaan bloeden. Want dat geld moet er vandaan komen en dat komt niet uit Amsterdam West. Het komt allemaal uit het centrum. Iemand moet er gaan betalen dat er geen parkeergeld meer is. Dat er geen... Maar parkeergeld? Ja, parkeergeld. Nee, maar ik denk dat ze binnenkort failliet zijn. Net als Berlijn, een tiental jaar geleden. Berlijn ging ook helemaal failliet. Ook door een links bestuur. Ik denk dat Amsterdam gewoon binnenkort failliet is. Failliet zwemmen aanvragen. Ja, ik denk dat ze anders gaan kijken. Maar toch gaan ze anders kijken naar subsidies. Bedoel, er wordt ook heel veel geld uitgegeven aan projecten. Voor diversiteit, emancipatie, jongeren, weet ik veel. Dus ik denk dat ze daarin moeten bezuinigen. Ja, is niet anders. Nou, niet helemaal mee eens. Ze moeten zo'n beetje naar die subsidies gaan kijken. Met het bezuinigen van projecten. Ik doe dus namelijk sport, dans en beweging in het basisonderwijs. En dat zijn inderdaad gesubsidieerd. Dat wordt betaald, verloond via Randstad en wel, maar wel betaald door de gemeente Amsterdam. Dat zijn van die potjes om obesitas tegen te gaan en kinderen meer te laten bewegen, sporten. Nou, dat is
tegenwoordig ook onder sport. Dus ja, er gebeuren ook weer, en natuurlijk ook andere... Je hebt heel veel degelijke projecten natuurlijk, maar je hebt heel veel onzinprojecten. Bijvoorbeeld, huiselijk geweld is wel echt wel een probleem. En ik vind, kindermishandeling... ik denk dat nu vooral vrouwen en kinderen echt heel kwetsbaar zijn. En ik vind het een heel ander verhaal als daar geld naartoe gaat. Ja. En ik denk dat er heel veel evenementen nu, die gesponsord worden door de gemeente, gewoon even stil moeten staan. Ja. Kwakkoe Festival. Oh, maar kwakkoe vind ik zo leuk! Om te janken, ik hoorde, ik kon wel janken dat ik het hoorde. Geen Kitty Kotti, geen kwakkoe. Ja, dat moet wel blijven toch? Wel Kitty Kotti? Nee, geen, ook niet. Oosterpark, oh, nee, niet. Toch? Ja. Nee. Ja, misschien dat je met een kleedje... Ik neem dus mijn kindjes ook mee naar de... Ik heb ze een keertje meegenomen naar Museum voor Linden. En precies de volgende dag heb ik ze meegenomen naar kwakkoe. Ik zei, jongens, jullie zijn heel rijk. Want de mensen die naar Museum voor Linden gaan, die komen niet bij kwakkoe. En andersom ook. Dus jullie zijn echt... Hele rijke kinderen, dat je allebei... Maar jij gaf ze nooit zakgeld zeker, toen moest je met zo'n lulverhaal aankomen. Kwakkoe is hartstikke leuk. Iedereen komt elkaar tegen, het is bomvol. En ga nooit op de laatste zondag. Dat is... Arthur en ik zijn ook op kwakkoe geweest. Toen hadden we een opname gemaakt met... wie zouden we ook weer interviewen? Oscar Harris en de Twinkle Stars. Ja, oh, goed. Ja, maar, wat wil het geval... Dat was een Suriname special, dat was voor de radio, waar toen voor de inburgering waar we dan die prijs mee hebben gewonnen. Maar op een gegeven moment had ik dus bedacht dat hij trad erop, gospels, allemaal oude vrouwtjes met hoedjes, je kent dat wel van die oude Surinaamse tantes. Heel gezellig. Maar Robbie ging hem interviewen, bloedserieus. Heel veel betekent voor de zwarte medemens en dat Gullit ook hebben we gedaan en rijkheid en al dat soort mensen. En dan heb ik nog één vraag. Hij zei helemaal ja, dat is waar, zei ik. Maar meneer, waarom bent u eigenlijk ooit bij Adelle Bloemendaal weggegaan? Zei hij, dat is die andere neger. Dat was Jones, niet. Ik ben een Surinaamse neger. Donald Jones is een Amerikaanse neger. Als Donald Jones? Ja, dat was een grap is natuurlijk dat alle negers op elkaar lijken, zeg maar, van vroeger. En Chinezen ook. Maar hij ging er heel goed op in. Maar Robbie was al zeggen dat Donald Jones voor hem stond. Mag ik even een vraagje stellen aan de drie dames? Een beetje. Ja. Is dit nog? Ja. Hoe gaat de toekomst eruit zien met betrekking tot de nieuwe prijsheid? De anderhalve meter maatschappij, de nieuwe normaal. En de sekswerkers, de prostitutie. Niemand zal het weten. Nee, maar jij hebt het net al gezegd. Grote condoom om je lijf. Hoofd erin. In Duitsland heb je bordelen met die siliconen poppen. Ja, dat gaat ook heel makkelijk. Nou, zoiets. Dat is leuk. Dat zou misschien ook nog wel een oplossing zijn. Dat gaat wel een pop voor jou, Metje. Is wel een pop voor jou, Metje. Wat zeg je? Ik heb allemaal raar voor jou gemaakt. Het is hier ergens lawaai. Ja. Bij ons ook. Of inderdaad seks beleven op afstand. Dus zoals we nu aan het kletsen zijn. Ik heb bijvoorbeeld een munt, ik heb van die sensoren hier. En Danny heeft dan van die handschoenen aan. En als Danny dit doet, dan voelen Robbie en ik wat zij doet. Weet je, zoiets. Het kost niks zeker. Ja, maar jullie wilden de titel niet laten zien. Waar zit het verdienmodel? Ze willen de titel niet laten zien, toch? Een verdienmodel, als Danny dat zou doen, het verdienmodel is dat we allebei kunnen inloggen op haar speciale kanaal. Nee, dat was er al. Dat heeft Kim toch al verteld, man. Dat doet Mandy doet dat. De Mende doet het met een deeltje. Ja, maar dan kost het je wel 300 euro per uur, die grap. Dat is waar. Hebben we nog nieuws van de dag? Hebben we nog nieuws, iets? Jullie willen toch de titel niet laten zien? Ik wil wel. Ik wil mijn poes laten zien. Nee, ik wil Jezus mes maken. Kan ik mijn poes laten zien? Ja. Wat? Poes. Wat zeg je net op school? Mijn poes. Ah, zo lief. Je mag hem wel scheren. Nee, dat mag niet. Dat hoort bij het ras. Grab the pussy. Maar nee. Maar heel ik denk, mooi. Ik ben heel optimistisch over Amsterdam, want de stad gaat helemaal naar de kloten. Dus, ik denk dat ze failliet zijn over een jaar.
als het zo doorgaat. Want kijk, je hebt niet Nederland. Heel Nederland haat Amsterdam. Straks krijgen we artikel 12. Artikel 12 faillissement, toch? Ja, dan moeten we allemaal spaargeld inleveren. Dan krijgen we een bonus terug. Maar die ligt bij jou onder je bed, hè? Dat heb ik gehoord. Onder jouw zak met geld. Nee, in het bos verstopt. Ik heb trouwens even een puntje. Wat vinden jullie daarvan? Want nu luister, hè? Er komt dus duizenden miljarden worden er geleend wereldwijd. In Nederland, hoeveel 100 miljard gaat Nederland lenen? Maar het idiote is, als de regering nou zegt dat wij allemaal een jaar lang geen belasting hoeven te betalen. Ja. En dan houden zij lekker maar die 1000 miljard in hun zak, voor hunzelf. In plaats van dat we toch belasting moeten betalen. Maar achteraf moeten we gaan vragen om geld te krijgen. Maar wat deze brief zegt, dat krijg je niet, want dan moet je eerst doodgaan van de honger. Ja, en niet ja. Dus het slaat nergens op. Ze moeten gewoon zorgen dat ze geen belasting moeten betalen. En dat geld mogen zij wel lekker houden. Leg die schuld maar bij hun neer, maar niet met geld lenen en gelul. Want het wordt allemaal bij ons neergelegd. Zij lenen het wel, maar ja, dan krijgt die wat en die krijgt niks en die krijgt dat. Gelul. Want je moet wel je belasting betalen. Stop daar dan mee. Ja, daar moet je ook beginnen met die bedrijven die zo zijn om 90% van het salaris te vragen. Zoals Booking.com en al die anderen. Ja. Legaal gezien hebben ze er misschien wel recht op als je het technisch bekijkt. Maar je bent natuurlijk vet ASO als je dat gaat aanvragen natuurlijk. En dat je het nog krijgt ook. Dan heb je gewoon een moraal. Dat is niet te bedenken. Of de topman van Air France die ook zo'n vette bonus mag toucheren. Ja. Weet je. Ik zie nog gebeuren. Ja, maar wij houden dit in stand, hè? De consumenten houden dit in stand. Ik bedoel, uiteindelijk, als het allemaal voorbij is, gaan we weer via booking.com gaan we weer boeken. Begrijp je? Ja. Dus ook over wat ik het allerergste vond. Ik wilde echt rugnummers hebben van die bedrijven. Die dan vooral aan de textielfabrikant in Bangladesh ook nog korting vroegen. Ja. Nou, maar denk je van CNA. Wie zijn dat? CNA stond gisteren in de krant. CNA. Die heeft gewoon voor 10 miljoen orders teruggetrokken. Wat al gemaakt was, hè? Ja, was al klaar. Om te verschepen. Ongecanceld. Nee, maar dus Brenningmeijers. Kinderarbeid krijgt dan zelfs geen geld. Dus je doet dat kinderarbeid en dan geef je kinderen ook nog geen geld. Dus, en wordt het gecanceld, het gaat geloof ik voor 180 miljard of zo. Ja, dat vind ik dus eigenlijk criminelen. Vind ik dat echt zo. Ja. Maar toch koop dat jij weer bij crimineel. CNA. Toch kleed jij je kinderen weer in zo'n lullige My Pony pakje van CNA. En toch gaan mensen allemaal massaal weer naar die H&M. Dus die hele... Wij zijn er bewust, maar het volk interesseert allemaal geen reetjes. Klopt. Wij doen het. Hoe lang blijft het hangen, hè, dit? Ja, maar wij houden dit in stand. Wij houden dit in stand. Ja. Ja. Maar Danny, de kleding uit jouw winkel, waar komt dat vandaan? Waar komt die rubber vandaan? Of wordt het zelf gemaakt? Ik heb geen rubberkleding meer. Maar vroeger? Het is een natuurproduct, dat vergaat op een gegeven moment. Het verdwijnt. Ik ben een beetje oude lul uit de tijd. Vandaar dat mijn rubberen rokje helemaal weg is. Waar is je rubberen rok? Ja, dat is weg. Vergaan. Helemaal vergaan. Nou, kokos. Heb je geen kokosrokje? Dat vergaat niet volgens mij. Ja, vroeger deed je een beetje talgpoeder erin en dan bleef hij wel goed. Maar nu niet meer. Waarin? In je rubberen rok. Ja, die is helemaal vergaan. Oh, ik dacht zo lang geleden dan. Ik dacht dat het een beetje voor eeuwig was, rubber latex. Ja, dat rubber is natuurlijk. Maar het is wel goed hoor, het is wel goed voor de omzet en zo. Ja, ik had wel eens wat bij D-Mask, dat kent Danny ook al, D-Mask, op de Zeedijk. Hou je daar rubber rokjes? Wat zeg je nou, Henk? Nee, ik heb wel eens een rubber shortje gehaald. Maar het is, die heb ik toch hoor, die, maar een beetje oud. Wacht maar af, volgend jaar zie je hem nergens meer. Volgend jaar is hij weg. Afschuwelijk. We zitten een tijdje erop, de reclames komen eraan. Jesse, de Ramadan. Ik las interessante meningen. Van Rachid Ben Hamou, onze vriend Rotterdam, die zei: wat gaan die mensen doen die eigenlijk niet vasten? Hoe gaan die dat oplossen nu je thuis moet zitten? Hoeveel procent zou niet meedoen? 20%? Denk ik, als ik het zo omschat. Nou ja. Ik weet niet aantallen, maar toevallig gaat mijn column van morgen ook over de vaste periode. Kijk, wat ik gewoon eigenlijk, dan klap ik een beetje inhoud van mijn column, maar wat ik gewoon mis, ik heb een oproep gedaan op social media van, gaan jullie allemaal vasten, zeker nu de corona is?
Begrijp je? Want je hebt gewoon, misschien heb je wel minder weerstand. Wat doet het met je lijf? Maar niemand zegt er iets over. En waar ik van schrok is, ik kreeg heel veel reacties van mensen. Die zeiden, ik heb allemaal longklachten. Ik ben niet gezond. Ik heb suiker, maar ik ga toch meedoen. Dan mag je voor de sharia of voor de fikker, whatever. Mag je dus wel eten. Als je kwetsbaar bent, dat staat gewoon precies, heel duidelijk. Precies, in het Jodendom smakken. Toch ook zo? Juist! Ja, maar ja. Dat zieke, zwakke en kleine kinderen. Wat? Zieke, zwakke en kleine kinderen zijn toch Als je moet reizen, als je bijvoorbeeld moet reizen, hoef je ook niet te vallen. Ja, reizigers. Ja. Ik sta door kilometers. Ja, die mensen, het probleem is dat die mensen gewoon helemaal geen juridische zaken kennen, weet je. Die horen het alleen maar zo'n volksislam. Die hebben geen idee wat er op wit staat. En er zijn heel veel uitzonderingen. Als je ziek, zwak en misselijk bent, als je moet reizen. Dan mag je gewoon doen volgens. Tenminste, gewoon doen zoals het hoort. En dan hoef je niet aan de wet te houden. Ja, maar waar ik dus van schrok is dat de mensen die dus nu ook kwetsbaar zijn, die gezondheidsklachten hebben, die dan toch mee gaan doen. Dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Zeker niet. Dat is de grootste groeps. Welke column, waar staat je column eigenlijk? Nee, morgen gaat het over Ramadan. Welke morgen. Krant? Waar publiceer... RTL Nieuws. Dus ieder vrijdag is dat. Dus morgen is het altijd rond tussen 6:30 en 7:00 komt het online. Ik zal hem wel delen op Twitter en dan zal ik even de passage erbij zitten. Ik zal hem delen op Twitter en dan zal ik erbij zitten waar precies volgens islamitische wetgeving staat dat je het niet hoeft te doen als je zwak, ziek of misselijk bent. Dat is misschien wel goed aanvulling. Als ja, en kleine kinderen is toch ook een uitzondering? Ja, die hoeven helemaal niet. Nee, Henk, luister. Ik kreeg ook allemaal berichtjes van mensen die sinds hun 9e vasten. 9 jaar. Dus mijn kleinste is 8. Moet je nagaan dat hij nu aan het vasten is. Ik zou dat nog ineens willen. Begrijp je? De hele kleine kinderen die dan mee vasten. Ja, dat vind ik eigenlijk Wat is de officiële leeftijd? Want dat is verschillend, hè? Dat hangt van de islamitische rechtsschool af. Maar wat is in Turkije de leeftijd, zeg maar, dat je moet vasten? Nou ja... Kijk, ik, wat je vaak ziet is, zeg maar, in de puberteit zijn ze wel echt aan het vasten. Dus vanaf 12 jaar zijn ze wel aan het vasten. Zeg maar. Vanaf het moment dat je huwbaar bent. Vanaf het moment dat je huwbaar bent. Nee, volwassen. Gadver. Voor de wet volwassen. Voor de islamitische wet volwassen. Maar hoe kan het nou dat na de Ramadan, ze zijn dan allemaal aan het vasten, na de Ramadan zijn ze allemaal vreselijk dik geworden? Ja, die suikertroep. Nou, maar weet je als ik het zou doen, dan val ik enorm af. Waarom? Omdat mijn maag kleiner is geworden. Dus ik snap die mensen niet die aankomen. Want als ik een soepje, als ik een soepje neem, dan zit ik al vol. Dus hoe worden zij dik? Ik snap er niks van. Waar heb je nou maagverkleining gedaan? Net als Hanneke Groenteman, wat zeg je nou? Nee, ik heb geen maagverkleining gedaan. Dan heb ik een kleiner maagje gekregen. Oh, een kleiner maagje. Ik heb altijd een klein maagje als ik een enorme kater des doods heb. Dan heb ik een heel klein maagje. Dan kan wel. Ik weet er maar een goede moximiti in. Now you're talking. Oh. Maar goed, die column, ik zal hem lezen. Maar ik denk dat het met de onkunde te maken heeft van toch veel ongeletterde moslims. Dat ze niet, en dat de groep zegt, nee, je moet vasten. Ook als kind van 8 jaar je moet vasten. Dat is allemaal gelul. Maar ze weten gewoon niet waar de bronnen te vinden waar het in staat. Was dat niet de strekking van de column... Oh, sorry. Was dat niet de strekking van de column van Rashid? Dat is de daar ging het over. Ja. Rashid had die column met Ben Hammel. Waar had hij het over nog een keer? Dat ze elkaar in de gaten gaan houden. De peer pressure. Oh, ja. De groepsdruk. Want je kunt je niet meer verbergen op straat. Hoe paradoxaal het klinkt. Iedereen ziet je. Nee, maar nu, juist toch niet nu? Iedereen is toch thuis? Ja, dus ja, maar daarom kan je niet duiken. Je kunt niet smokkelen. Je kunt niet stiekem... Ja, juist wel. Oh ja. Als je thuis bent. Tuurlijk. Nee. Maar dan wil je met z'n 10 in, dan ga je in de keuken even snacken. Ziet toch iedereen? Je mag niet bij elkaar visite. Maar je mag dan niet bij elkaar komen. Nee, maar gewoon families onderling. 10 man. Ja, precies. Maar ik heb gisteren gelezen dat, dat je dus nu wel met 10 man bij elkaar mag komen. Nee. Hoezo? Wie zegt dat? Ja, Amsterdam. Nee, een landelijke wetgeving is dat, landelijk. Nee. Jawel, staat overal op internet. Volgens mij niet hoor. Ik heb het op social media gelezen dat je dus nu vanaf
dat je opeens weer wel met die man. Door jou gaat iedereen morgen massaal op straat. Henk, zeg even 100 man. Henk, zeg even dat het 100 man was. Je mag met 100 man samenkomen nu. Ja, 30 man. Maar ik heb iets op social media gezien. Dus don't blame me. Ik, niet op de boodschappen schieten. Okay. Volgens nou, mij jongens, niet hoor, Henk. Volgens mij echt niet. Nou, we gaan eruit. Ik stop ermee. Want de reclame komt eraan, zoals Artje al zei. Dus, gaat u even een nieuwe Tozo aanvragen? Ja, precies. Oh, ik kan morgen Oranje special. Om wat op te swingen. Oh ja, Henk, dansje. Oh, ja, God. Jezus Christus, helemaal vergeten. Als jongen, even heel kort hoor. Ik wil lekker Ramadan dansen. De drie dames, Metje, Danny en natuurlijk ook Jessim, had ik meegenomen Erotic City van Prince. Doe maar! Ja. Nee, doe maar, die Henk! En hoe zit het met Terken? Ja, Terken beloofd, man. Laat ja, inderdaad! Waar is je Terken? Hè? Sorry? Liefdesmuziek voor liefdeswerkers. Liefdeswerker. Ik ben er ook voor. Erotic We hebben een nieuw woord bedacht, jongens, hier. Liefdeswerkers. Hey, die heb jij bedacht. Ja. Dat is met jullie goedkeuring. Pasgelegd. Ja, daar zien we mee vandoor. Ja. Nou, maar... daar een column over maken voor RTL Nieuws. Maakt toch niks. Brengt niks op. Daar gaan we. Oké, Henk. Zo, die Henk hoor. Die heeft er echt zin in. Woe! Wow, Henkie! Woe! Okay.